is iedereen gewoon helpen met een stukje uit de voorstelling waarvan zij denken dat er iets nog niet helemaal lekker zit. Wat ik nu ga doen is vragen aan jullie wie het eerst wil beginnen. Ja, Lotte? Ja, hoor. Ja, Lotte is de Lotte. Ik ben een man uit Afghanistan. De straten waren rood door verdeeldheid, dus we moesten ze verlaten. Zou jij even voor mij die gitaar willen uitdoen? Ja. Je mag de tekst gewoon zeggen. Ik ben een man uit Afghanistan. De straten kleurden rood door verdeeldheid. Ik heb nu het idee dat je iets te hoog ademt, waardoor ik een soort van basis mis in je stem. Voel nu nog te weinig frustratie. Het mag ook meer van binnen komen nog. Ik ben een drag queen uit de Oekraïne, ster op tv. Maar in mijn land betekent gay, nee, een pepperspray. Wat ik dus probeer, is om ze echt heel erg daaruit te halen en met hun beide poten op de grond te zetten. Dat ze geloofwaardig zijn in alles wat ze doen. Mijn ouders hadden nooit moeten trouwen. Ze zijn gewoon te verschillend. Ik vind het verhaal echt gek. Maar juist omdat het zo kwetsbaar is en wel waar is, is wat ik mis, is een beetje kwetsbaarheid. Jij gaat het mij nu even vertellen. Nu hier. Ja. Mijn ouders hadden nooit moeten trouwen. Want? Ze zijn te verschillend. Nou ja, op een dag kwamen zij er ook achter dat het niet langer ging. Ja. Snap je die spanning dat je af en toe van buiten naar binnen gaat en weer terug? Je bent nu niet het slachtoffer en dan maakt het niet uit hoe groot of hoe klein je het maakt. Want dat geloof ik jou. Het is de bedoeling dat je iets teweeg brengt en dat je een beetje meer wind onder die vleugels hebt gegeven, waardoor ze straks iets beter kunnen vliegen. Waarom komt zij vanuit de zaal? Omdat zij mij heeft weggestuurd. Omdat ik gewoon boos ben dat zij opeens André Rieu gaat spelen. Tot hier, oké. De overgang, daar moet wel iets mee. Want nu komt het een beetje uit het niets. Je mist haar toch meteen. Je bent de helft van jezelf kwijt. En je zoekt. Ja. Heel goed. Alleen wordt het nog te melodramatisch. Ja. Sorry, heel zachtjes. Zo goed is dat je meteen meezingt. Okay. Zou het niet mooier zijn om langzaam en dat het dan ook iets met jou doet? Het is echt heel erg mooi. Als je dan één op één met elkaar werkt. En er is wat extra spanning toch wel. Dat je ook meteen ziet waar de valkuilen zitten. Hè? Hoe iemand dan onrustig wordt en die ogen die alle kanten opgaan. Het is voor mij ook heel spannend, want ik ken niemand. Mijn naam is Luan Buleskay. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam-West. Ik zie dat jij heel erg gulzig naar ons toe wil komen. In de zin dat je bijna op het randje van het toneel staat. En ik elke keer denk, nu gaat hij ervan afdonderen. Wat ik van jou wil zien, is dat jij hier begint. Oké. Rustig. Ga even heel erg in je concentratie zitten. Ja. 15 seconden, stil. Ja. Nou, mijn naam... Nee, 15 seconden zijn er niet om. Goedenavond, mijn naam is Luan Buleskay en ik ben geboren en getogen in Amsterdam-West. Je hebt de neiging om alles te benadrukken met je arm. Probeer gewoon even heel erg te staan. Wat begint? Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Luan Buleskay. Ik sta stil, toch? Nee. De tekstovergang die je doet heeft een andere energie. Dat moeten wij zien, anders wordt het allemaal te vlak. Dus ik wist dat hij ging vechten, dat hij waarschijnlijk ook misschien geraakt werd. Ja. Hij was de king of the world en verliet nooit zijn troon. Het heeft pas zin om je verhalen te vertellen als je ziel een beetje zichtbaar is. Ik vind mezelf niet zo streng dan wel duidelijk en rechtvaardig. We gaan niet bullshitten, we gaan nu gewoon doen waar we voor gekomen zijn. Mag ik je kussen? Ja, misschien kan ik dan dit acute gevoel van walging bestrijden. Grappig is dat moment dat jij twijfelt aan je tekst. En grimlach niet als ik iets stomzinnigs zeg. Je was in de war en dat is heel interessant om te zien. Omdat er dan echt
zie ik iets gebeuren bij jou. Wellicht kan ik mijn lichaam deze diepe afkeer afleren. De manier waarop je het nu zegt, hoe goed ik het ook geschreven vind, gebeurt er te weinig. Waardoor ik op een bepaald moment denk, van het net zo goed voorlezen. Ga maar gewoon eens even liggen. Zou je dit eens een keer kunnen proberen te zeggen terwijl je als een soort van gillende puber de slappe lach krijgt? Jij mag mij niet zien stralen op de planken waar jij niets hebt te zoeken. En gun nog niet als ik iets stomzinnigs zeg. En nu gaan zitten ineens. Dus je wel een soort van paniek krijgt in je stemjes. Ik val niet meer in jouw valkuil, want dat luik zit potdicht. Godverdomme. Jan, de schelp van een naakzak. Yeah. Voor mij ben jij rudimentair. Stop. En gaan we nu sit-ups doen. Ik dans nu. Ja. Zat van extase, ja. Vol openhartigheid, dans ik met mijn schoenzolen op het plafond. En nu op je knieën. Hemel of hel was, was ja. Groen nog simpelweg groen. Toen de bloem de vrouw en de bijl de man was, bleek te zijn. Ja. Nu de keuze die van jou het lot is, is wij geen eenheid, maar enkel fout. Nee! Als je eenmaal in de business zit en on the road bent, dan ben je nog veel kwetsbaarder dan dit. Dit is nog een beschermde omgeving. Last but not least. Je pakt iets uit een kastje. De pindakaas komt er achteraan. Ik zie allemaal mensen die heel erg instemmend knikken. De gesproken teksten tijdens het lied. Of het misschien anders zou kunnen werken als je daar even niet speelt. Als je aan het bedenken bent hoe je dat dan weer in Jezusnaam moet gaan schoonmaken. Zie je dat de bestekla ook een stukje open stond? Ja, heel goed. Ja. Je man komt even kijken. Wat denk ik nog net iets leuker zou vinden, is dat je nog meer die mooie grote ogen van jou gebruikt. Als een konijn in de koplamp. Ochtends sta je meestal. Probeer. Oh, mijn god, wat overkomt me. Je stoot je kleine teen keihard. Dat doet eigenlijk veel zin. Heel goed. Geluk vinden is een illusie. Oh, kut. Oh, oeps. Ja, dat kan je er ook in houden. Dan kun je dit eens even te herhalen. Sorry. Nee, dat kan ik niet. Kijk, ik heb ze dit pakketje meegegeven. En ik heb een paar hele dankbare gezichtjes gezien. En ik ga kijken naar de finale. En dan is het weer maar wat er in het moment zelf gebeurt. Ik hoop dat ze heel veel meenemen van vanavond. Ze zijn al omsingeld door een aantal hele toffe mensen. Dus dit pakketje mogen ze meenemen.